Jan Doensen, directeur film bij de Zee. Prachtig filmfestival in Vlissingen. Wij blikken vooruit naar woensdag 18 september. Waar moeten we naartoe morgen? Nou, ik heb een heel bijzonder filmconcert in de aanbieding. Dat is Nosferatu, eine Symphonie des Grauens uit 1922. Die is nog niet zo lang geleden gerestaureerd. Deze film past perfect bij Film by the Sea, want het is een boekverfilming. Het is de eerste officieuze verfilming van Dracula, van Bram Stoker. En als het aan de weduwe van Bram Stoker had gelegen, bestond deze film niet meer. Want hij, hij was eigenlijk illegaal gemaakt en zij wilde dat hij vernietigd werd. De film wordt nu vertoond met live begeleiding door Kevin Thoma. Kevin Thoma is filmrecensent van de Volkskrant, maar hij is ook componist. En hij heeft een prachtige score gecomponeerd voor Nosferatu. Filmtip 2 voor morgen? Ja, ik tip als tweede film voor morgen Het Offer van Andrei Tarkovsky. Eigenlijk tip ik daarmee het hele retrospectief Andrei Tarkovsky wat wij vertonen. We vertonen 6 van zijn 7 films die allemaal prachtig gerestaureerd zijn. Ja, Tarkovsky is een grote meester van de Russische cinema. Zijn films worden opnieuw uitgebracht. Bij het AI Film Museum opent er een prachtige tentoonstelling. En wij vertonen alle films van Tarkovsky met inleiding. Want het zijn wel films die om nadere toelichting vragen. En filmtip 3 van morgen? Filmtip 3 is, hoe kan het ook anders, een boekverfilming. Namelijk Teersa van Rudolf van den Berg. Die draaien we 1 keer met een inleiding door Rudolf van den Berg. Rudolf is lid van onze vakjury dit jaar.
Hij is ook de scenario-schrijver van Tirsa, naar de roman van Grünberg. Boek van Grünberg, ja, ja. Precies. En omdat wij natuurlijk het festival zijn van de boekverfilmingen, stelde Rudolf zelf voor om iets te vertellen over het proces van het bewerken van een roman tot een filmscenario. En ik durfde dat wel aan, omdat ik van Rudolf begreep dat Arnon Grünberg erg tevreden was met het resultaat. En Rudolf beschouwt het zelf als een van zijn beste films. Dus een mooie gelegenheid om deze film in te halen. Passagiers du vol Namib Airline 286 à destination de Windhoek, présentez-vous à la sortie B5. Jouw dochter, waar zat ze ook alweer? Namibië. U heeft geen berichten. Hofmeester, Tirsa Hofmeester, wilt u eens? Haat ze me nog steeds? Ja. Het is een heksje. Altijd al geweest als peuteraal. Pap, wanneer word ik ontmaagd? Wat? Wat is die Shukri voor een jongen? Hij doet maar niemand denken. We kennen elkaar. Niet? Nee, echt niet. Mohammed Atta. Zelfde gezicht, zelfde haar, zelfde ogen. Klootzak. Hou nou zo met dat geatta. Misschien moet ik erheen. Ach, doe niet zo hysterisch. Ze is al 16 dagen weg. Oké, ga je daarheen en dan? Is de verkracht en vermoord door 10 negers, sta je daar. My daughter. I'm looking for my daughter. You got cash? Welkom bij Vodafone Voicemail. U heeft geen berichten. Waarom lees je niks? Waarom schrijf je niks? Tirsa! Virgin. Unit Virgin. Do you want company, sir? Do you want company, sir? Do you want company, sir? Tirsa? Mohammed Atta is dood. Ja, dat zeggen ze, ja. Maar zijn er duizenden, tienduizenden, miljoenen Mohammed Atta's? Je moet naar huis komen.